gebogen is, hoe meer liftend de wenkbrauw is. Okay. Dus je mag hem gewoon iets zo dicht mogelijk langs de neusbrug laten beginnen. Ja. Als je dan je wenkbrauwen ontspant en ongeveer op 2/3 van je wenkbrauw haal je hem een beetje omhoog, dan zie je dat hier een hoek invalt. Ja. Dus noods zit je in het begin een stip in die hoek. Je hebt dan net als het hoogste punt van je wenkbrauw, je filmsterrenhoek, die zorgt voor het liftende effect. Daar teken je naartoe en je maakt hem vooral iets langer. Ja. Altijd richting de haargrens. Met het aanzet nog iets sprekender. Ik zou natuurlijk een hele donkere kleur kunnen kiezen. Ik ga toch voor iets zachters, wat het natuurlijker houdt. Iets zwart. En dan ga ik opgaand een dikke lijn bewegend ooglid mee zetten. Ik zet stipjes tussen de wimpers om te voorkomen dat je tegen een wit lijntje aankijkt. En dit wordt meer een klassiek smoky oog. Dat is waar Christina om vroeg. Lijkt ons heel mooi voor de fotoshoot. Ik vervaag van boven naar beneden. Dat heeft als voordeel dat bij de wimperimplant de make-up heel pittig blijft. En naar boven wordt het steeds zachter. Want ik ga bij Christina wel een sprekend smoky oog aanbrengen. Maar ik ga niet een gids zwart gat maken. Jouw karakter moet natuurlijk wel blijven spreken. Ik vind het heel belangrijk dat de persoon die de make-up draagt, dat die blijft stralen. Dat het belangrijkste is. Dus je vervraagt hem van boven naar beneden. En ik zet steeds laagjes potlood over elkaar heen. Tussendoor. Iedere vrouw houdt van nature haar wenkbrauw altijd een beetje omhoog. Ja. Maar als je opmaakt, is het heel belangrijk om ze te ontspannen. Zodat je tussendoor met ontspannen wenkbrauw in de spiegel kijkt. Want dan pas zie je of je make-up goed zit. Als je zo in de spiegel kijkt en je laat op een gegeven moment je wenkbrauwen zakken, dan krijg je een heel ander effect. Dan doe ik steeds een kwastje aan een tissue af, omdat je huid ten eerste vet en talg afgeeft. Anders zou je vlekken kunnen krijgen. Plus, zo kan je het veel natuurlijker vervagen, mooi blenden. Wat belangrijk is, even het lijntje eerst vervagen. Ik ga zo direct een accent in de ogen zetten. Deze techniek die ik heb gebruikt voor het smoky oog, vergroot je ogen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je ogen kleiner worden. Maar het geheim van een heel mooi verleidelijk sensueel smoky oog is een lijntje in het oog, in de buitenogen, onder en boven. Je bent een goed model. Ik kan alles gewoon bij Christina aanbrengen. Ik vind zelf het lijntje in het oog altijd het mooiste na een paar minuten. Niet helemaal perfect meer zit. Ja. Ik zet de donkere kleur nooit meteen in de arcadeboog. Dan wordt het heel pittig en dan moet je het maar weer mooi zien te vervagen. Tussendoor doe ik weer mijn kwastje af, dat is heel belangrijk. Ik neem weer een beetje oogschaduw. Ik klop het af, dep hem op mijn hand. En dan dep ik hem weer vanaf de wimperimplant op het bewegend ooglid. Van boven naar beneden vervagen. En feitelijk, zeker voor thuis is het makkelijkst als je hem bij wijze van spreken eerst de laag aanbrengt. Het is maar make-up, hè? Je hebt het er zo weer afgehaald. Mocht er een keertje iets misgaan of je wilt thuis iets nieuws uitproberen, probeer een rustig moment te vinden. En als niks is, dan heb je het er zo afgehaald. Dan doe je het gewoon opnieuw. Ik ga hem een hele gave highlight aanbrengen. Even een ander kwastje erbij. Highlights worden juffer met dit seizoen. Dan pak ik die lichte kleur voor. Die zet ik, als je even naar boven zou willen kijken, gewoon in de wimperooghoek. Onder en boven. Ik doe geen glans onder je wenkbrauwen. Even kijken. Ik maak als het ware eerst een soort driehoekje. Want daardoor lift je het oog. Dit is eigenlijk de basis van bijna alle oogmake-up. Veel vrouwen volgen het ooglid, waardoor het ooglid gaat hangen. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Terwijl als je het een klein beetje omhoog zet, en altijd aan de buitenkant breder en naar binnen toe smaller, werkt het beter. Kijk, hier hoef je geen zorgen om te maken. Het lijntje hoeft er niet eens perfect op te zitten, want je gaat het toch vervagen. Ik haal het zacht omhoog en van boven naar beneden blend ik weer het potlood. Voor het vervagen van het potlood gebruik ik een iets steviger kwastje. Persoonlijk gebruik ik vaak gewoon het concealerkwastje daarvoor. Die zijn altijd iets steviger, waardoor je het goed kunt vervagen. Het is wel belangrijk dat je je kwast goed reinigt. Verschillende merken
hebben in hun collectie kwasten reinigen. En anders was je één keer in de week met je eigen haarshampoo even snel je kwastjes uit. Bij wijze van spreken sparen voor echt een professionele kwast. Ja. Dus het is een investering en daar heb je ook echt iets aan. Het werkt makkelijker, het geeft een mooi resultaat. En het werkt vaak ook sneller dan ja, een hele basic kwast. Dat is vaak gewoon weggegooid geld. Dan kun je nog beter gewoon je schone vingertoppen gebruiken. Van nature heb je in jouw wangen, dan heb je net bij de foundation echt naar staan kijken, duidelijk iets meer kleur. En hier is het iets lichter. Normaal, dit moet gewoon goed overeenstemmen, ja. Maar als ik dit te licht had gemaakt, dan ja. Blijf je bleek. Ja. Dan is ook niet mooi. Ja. Dus ik gebruik daar zo denk ik gewoon wat bronzenpoeder. Ja. Ik ben met de oogschijn en het potlood niet te ver naar buiten gegaan. Ik heb een lijntje korter gehouden, dat is echt belangrijk. Want daardoor maak je het oog liftend. Okay. Al vanaf 30 jaar ongeveer kun je dat toepassen. Hoe verder je naar buiten gaat, hoe sneller je oog gaat hangen. En als je het lijntje korter houdt, dan lift je ogen. Ja. Ik ben klaar met die highlight. Ik neem gewoon die lichte oogschaduw. Die dip ik op mijn hand af. Dat is echt de tip van dit seizoen. Het zit een heel klein beetje op de neusbrug. Om een zachte glans te geven. Daar wordt de meest elegante neus nog mooier van. Niet op het puntje van de neus. In principe kan het onder de wenkbrauwen. Heb ik nu niet gedaan. Het zit een heel klein beetje hier zo. Bij de bovenlip. Straks geeft het een heel mooi resultaat. En als ik toch bezig ben, een heel klein beetje... Zo op het jukbeen. En het hoeft niet overduidelijk zichtbaar te zijn, maar het geeft net een bepaalde uitstraling naar je haar. Van ja, waarbij je denkt, van, het ziet er goed uit, ik weet niet wat het is, maar ze straalt. Dat is misschien precies goed. Dit seizoen zie je heel veel een mooie verzorgde huid. Het is heel belangrijk dat de huid door de foundation heen straalt voor een mooie, gezonde look. Nou, foundation hoort er echt bij. Gewoon even over je wimpers aan en de mascara mag daar direct overheen. Nou, ik heb er nog een leuke tip mee. Ik haal hem er altijd draaiend uit en ik begin, dat is heel belangrijk, met de bovenkant, even recht vooruit zou willen kijken, de bovenkant van je bovenste wimpers. Dan ga ik vanaf de onderkant, met zo'n vibrerende mascara hoef je geen zigzagbeweging te maken, volg je gewoon de wimpers. En bij de puntjes aangekomen, duw ik er 5 seconden tegenaan. Dan zet je als het ware de krul vast. Dus je krijgt hele mooie krullende wimpers. Wat ook weer een lift geeft. Even kijken. Ja, mooi. Super mooi. Een beetje aan wennen? Ja. Je hebt natuurlijk de tussenstappen gemist. Die is mooi dit. Ja, heel mooi. Ja. Je zegt, ik wil graag een mooie volle bovenlip. Ja. Je hebt een mooie mondvorm en om je mondvorm nog beter tot z'n recht te laten komen. En het is een hele leuke tip. Het gaat ook snel. Je pakt de omgekeerde volgorde van je product die je gebruikt. Eerst gloss. Daaroverheen gebruik je een heel klein beetje lipstick. En dan geeft ze altijd veel meer volume. Wat je ook kan doen is dat je je lippotlood gebruikt. Net iets over de contour heen zet. Heel je lippen inkleuren met het potlood. En daar je verder product overheen. Maak ik een boogje naar buiten. Dan ga ik van de mondhoek terug naar binnen. Bijna iedereen gaat van boven naar beneden. Dan krijg je een verlies van volume. Dan krijg je een deukje. En als je terug gaat, maak het veel makkelijker voelen. Vanaf de lipsnede ga ik hele kleine schetslijntjes naar boven trekken. En je mag rustig net iets over je natuurlijke liplijn heen gaan. Onder zoek ik eerst het breedste gedeelte van de mond op. Over de mond ook terug naar binnen. Ik kleur heel de lippen in. En dan ga ik zo. Kijk, als je haast hebt, dan pak je lippotlood. Die dop je of dep je in je gloss of in je lipstick. Je brengt 2 tegelijkertijd ja. Aan. Okay. Voor de fotoshoot pakken wij natuurlijk net iets uitgebreider aan. Alsjeblieft. Dankjewel. Het ziet er heel mooi uit. Ja, het is ook mooi. Ja, we moeten kijken ja. Hoe en wat.